Weet je waarom ik niet geen kledij wil passen? Pascotjes. Ik haat pascotjes. Ik vind dat echt zo slecht gemaakt. Hè. Weet je, de meeste pascotjes zijn altijd zo een meter op een meter met een gordijn tussen wat 90 centimeter. Dus eender welke kant hij dat gordijn toetrekt, altijd zo'n open strook. Waar mensen kunnen passeren van, wat gebeurt er hier? En mijn vriendin altijd van, niemand kijkt daardoor. Niemand kijkt daardoor. Jawel, 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 jawel. Weet je waarom? Ik kijk daardoor. Ik kijk daardoor. Een pascotje met een deur en een slot, dat is pas een uitvinding. Een deur en een slot. Echt een deur, geen flap, geen gordijn. Weet je waarom? Vrouwen kunnen die flap niet dicht houden. Je staat je om te kleden, het is om de 5 seconden. Roef en pas het, roef en pas het, roef en pas het, roef en pas het. Fucking vleermuizen gehoor, hè, zodat die ritssluiting open gaat, hè, is zeker gênant. Roef en pas het. En dan zal ik dat weer gaan hebben, dat ik daar een halve flamingo sta, een broek aan het aantrek. Met een boxershort aan, dus er hangt zo'n bal uit hier. En dan een roef en pas het. Het had zelfs op mijn Facebook een foto van mijn pascot en paste de broek.